Welkom bij het tiende college fonologie. Het college fonologie waarin we echt aan de computatie gaan beginnen. Hoe komen we nu van de lexicale vorm, de vorm die zit opgeslagen in je hoofd, naar de vorm die we uitspreken? En om dat te begrijpen, die computatie te begrijpen, moet je begrijpen dat die lexicale vorm en die oppervlaktevorm, die vorm die bijna klaar is om uitgesproken te worden, dat die verschillende eisen stellen. De lexicale vorm stelt in ieder geval als eis dat die gemeenschappelijk moet zijn aan verschillende oppervlaktevormen. Vorige keer hebben we gezien, hond zit zo in je hoofd met een D, maar die moet corresponderen met minstens twee oppervlaktevormen, namelijk hond met een T in het enkelvoud en honden met een D in het meervoud. Dus dat is één eis. Hij moet uniform zijn. En daarop ben ik in de vorige video, dus video nummer 9, uitgebreid ingegaan. De oppervlaktevorm, die moet voldoen aan andere eisen. Die moet zo geschikt mogelijk zijn voor deze context. Die moet zoveel mogelijk een goed, een mooi, een welgevormd woord zijn. Die moet goed uitspreekbaar zijn. Die moet zelfs die moet zoveel mogelijk voldoen aan hoe een mooi woord volgens deze taal eruit moet zien. Er zijn dus verschillende eisen aan de lexicale vorm en aan de oppervlaktevorm, en dat is wat een afbeelding noodzakelijk maakt tussen die twee. En de populairste theorie hierover van de laatste meer dan 25 jaar is een theorie die wordt genoemd optimaliteitstheorie. En die theorie die zegt het volgende. Hoe kom je van honden naar hond? Dat is de vraag. We hebben hond in ons hoofd zitten, zegt deze theorie. En dan wat je vervolgens doet is je aanschouwt alle mogelijke dingen die je zou kunnen veranderen aan honden. Je zou honden ongewijzigd kunnen laten. Je zou van de laatste medeklinker van honden het kenmerk stemhebbendheid weg kunnen laten. Je zou van de laatste medeklinker van honden het kenmerk coronaal, plaatskenmerk coronaal kunnen weglaten. Je zou aan honden een schwa kunnen toevoegen en dus zeggen honden. Je zou een a kunnen toevoegen en dus zeggen honda. Er zijn enorm veel verschillende dingen, misschien wel oneindig veel, die je zou kunnen veranderen aan het woord of aan de morfeem, aan de vorm honden. We hebben al die verschillende vormen. We beginnen met één onderliggende vorm en dan nemen we in beschouwing alle mogelijke oppervlaktevormen die je daarvan zou kunnen maken. En het idee is, we kiezen dan altijd de beste. En dat idee van de beste is op de volgende manier geformaliseerd. Je kiest de vorm enerzijds die zo goed mogelijk voldoet aan wat in deze taal geldt als een mooi, als een goed, als een welgevormd woord. En aan de andere kant zorg je ervoor dat de vorm niet te veel afwijkt van de onderliggende vorm, van de lexicale vorm. Dus je kiest een vorm die aan de ene kant niet te veel verschilt van de lexicale vorm, maar aan de andere kant wel zo mooi mogelijk is. En dat zo puntje puntje mogelijk, dat is een belangrijk begrip hierin. Het betekent dat de theorie heet optimaliteitstheorie. Dat wil zeggen, het is een theorie die ervan uitgaat dat we erin berusten dat wat we zeggen uiteindelijk niet altijd het allermooiste is wat je zou kunnen produceren. Wat is het allermooiste woord in talen van de wereld? Nou, waarschijnlijk is dat zoiets als tata. Waarom?
In ieder geval voor het Nederlands zou dat zoiets kunnen zijn als Tata. Waarom? We vinden trochee de beste voet. We hebben weliswaar soms lettergrepen die niet in zo'n trochee staan, maar alleen als het niet anders kan. De beste lettergreep, hebben we gezien, is een lettergreep die bestaat uit een medeklinker en een klinker. We staan andere soorten lettergrepen toe, maar alleen als dat niet anders kan. De beste medeklinker is op een bepaalde manier een stemloze plosief, want dat is de minst sonore medeklinker. De beste klinker is de A, want dat is in de eerste plaats een elementaire klinker en in de tweede plaats de meest sonore klinker. Dus ta is een goede kandidaat voor de beste lettergreep. En ta is dus de beste kandidaat voor een goed woord. Nou, op een bepaalde manier streef je altijd naar dat ideaal. Maar als je enkel en alleen maar naar dat ideaal zou streven, dan zou je dus alleen nog maar zeggen ta 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 ta. En daar uit die stroom is moeilijk te construeren wat ik nu eigenlijk in mijn hoofd had toen ik begon te praten en voordat ik al die vormen transformeerde in tata. Dus er is een compromis mogelijk. Dat is de kern van optimaliteitstheorie is, alles wat je zegt is in zekere zin een compromis. Een compromis op zijn minst tussen deze twee grote krachten. Een conservatieve kracht, alles zeggen zoals het in je hoofd zit. En een progressieve kracht. Zeggen, woorden zo zeggen dat ze voldoen aan aan de ideale vorm van het woord. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar het is in deze theorie eigenlijk heel precies geformaliseerd. Het is zo precies geformaliseerd dat je er computerprogramma's van kunt maken. Sterker nog, dat is gebeurd. In het wereldberoemde fonetisch programma Praat, dat jullie ongetwijfeld een keer bij Fonetiek aan de orde hebben gezien, zit ook een module die optimaliteitstheoretische grammatica's kan verwerken. Hoe is dat dan precies geformaliseerd? Nou, we hebben die twee grote krachten, de conservatieve kracht en de progressieve kracht. Nou, om die termen te voorkomen gebruik ik nu even de echte termen. Dus de progressieve kracht wordt meestal genoemd faithfulness in het Engels, betrouwbaarheid in het Nederlands. Getrouwheid is misschien nog een beter woord. Dus getrouwheid en zo getrouw wat je zegt geeft een zo getrouw mogelijk beeld van hoe je de woorden in je hoofd hebt zitten. Getrouwheid en aan de andere kant markedness, gemarkeerdheid. Gemarkeerdheid, dat wil zeggen, je spreekt woorden op een zo min mogelijk gemarkeerde, op een zo min mogelijk afwijkende manier uit. En dat is dan afwijkend van dat model, dat ideaal van het allerbeste, allermooiste woord. Dat zijn de twee grote krachten, maar op zichzelf zijn die allebei, vallen die uiteen in allerlei deelkrachten. Getrouwheid betekent getrouwheid aan hoeveel klinkers en medeklinkers er in het woord staan. Getrouwheid betekent getrouwheid aan precies alle kenmerken die er in de onderliggende vorm staan, precies vast. Moeten precies met associatielijnen vastzitten aan de medeklinkers en klinkers waaraan ze vastzitten in de lexicale vorm. Getrouwheid betekent misschien, als er in de lexicale vorm staat, hier staat de klemtoon, dan zeg je daar ook de klemtoon. Getrouwheid zegt, je haalt niks weg. Getrouwheid zegt, je voegt niks toe. Enzovoort. Dus je haalt niks weg. Je haalt geen klinkers weg. Je haalt geen medeklinkers weg. Je haalt geen kenmerken weg. Je haalt geen klemtoon weg. Je voegt niks toe. Je voegt geen klemtoon toe. Je voegt geen klinkers toe. Je voegt geen medeklinkers toe. Je voegt helemaal niets toe. Dus dat was een opsomming. Hè? Dus dat al die verschillende dingen zijn even zoveel vormen van getrouwheid, van faithfulness. En die vormen, dus dat zijn allemaal individuele eisen, die noemen we faithfulness constraints. Dus een faithfulness constraint is, voeg geen klinkers toe. Een faithfulness constraint is, verander geen lexicale specificatie voor stemhebbendheid. Een faithfulness constraint is
voeg geen schwas in, enzovoort. Er is dus een hele lijst met dat soort faithfulness constraints, getrouwheidsbeperkingen. En zo zijn er ook een heel groot aantal gemarkeerdheidsconstraints. En in zekere zin in de colleges tot en met 7 in ieder geval, waar het ging over representaties, ging het over gemarkeerdheid. Dus een gemarkeerdheidsconstraint, een gemarkeerdheidsconditie is lettergrepen moeten open zijn. Een gemarkeerdheidsconditie is onsets moeten simpel zijn. Een gemarkeerdheidsconditie is klinkers bestaan idealiter alleen maar uit één element. Een gemarkeerdheidsconditie is voeten zijn trochees. Een gemarkeerdheidsconditie is in woorden ligt de klemtoon altijd op de eerste voet. En je merkt dat het sommige van die condities heb ik genoemd als een soort van absolute eisen aan een bepaald woord in een bepaalde taal. Maar andere van die condities die heb ik genoemd als tendensen. Er is in het Nederlands een tendens om medeklinkers te laten beginnen met een medeklinker. Een aantoonbare tendens. Probeer je dat nog te herinneren. Maar het is geen absolute eis. Er zijn wel degelijk uitzonderingen op mogelijk. Er zijn dus voor in een specifieke taal gemarkeerdheidscondities waaraan je altijd voldoet. Er zijn gemarkeerdheidscondities waaraan je bij voorkeur voldoet. En er zijn gemarkeerdheidscondities waaraan je nooit voldoet. Dus in het Nederlands voldoe je altijd aan de gemarkeerdheidsconditie dat hoofdklemtoon ligt op de laatste voet van het woord. Je voldoet altijd aan de conditie dat er geen th gevormd kan worden. Dat die specifieke configuratie van fonologische kenmerken niet bestaat. Je voldoet bij voorkeur aan de conditie dat lettergrepen beginnen met een onset. Je voldoet bij voorkeur aan de conditie dat de laatste twee lettergrepen van een woord samen een voet vormen. Vandaar dat je de neiging hebt om catalogus te zeggen, maar er zijn uitzonderingen op. Ook op dat laatste, want catalogus is ook een Nederlands woord. En er zijn er condities die in het Nederlands niet opgaan, in een andere talen wel. Bijvoorbeeld lettergrepen moeten gesloten zijn. Er zijn dus die drie soorten condities. En ik denk dat het kerninzicht is van optimaliteitstheorie, dat die condities er alle drie altijd en in alle talen zijn. Sterker nog, grammatica's van talen bestaan uit verzamelingen met constraints, bestaan uit dit soort verzamelingen met condities, faithfulness-condities en gemarkeerdheidscondities. En die zijn in alle talen hetzelfde. Dat zijn dezelfde condities. Het verschil is hoe zwaar ieder van die condities weegt in een bepaalde taal. In het Nederlands kun je niet zeggen hond. In het Engels kun je wel zeggen hound. In het Nederlands kunnen medeklinkers woorden niet eindigen op een stemhebbende medeklinker. In het Engels wel. Hoe zit dat nu? Wel nu, er is een gemarkeerdheidsconditie die het Engels en het Nederlands allebei hebben. Die zegt aan het eind van het woord geen stemhebbende medeklinker. Dat die gemarkeerdheid, waarom hebben alle talen die? Nou, het is op zijn minst, heeft dat er iets mee te maken dat het lastiger is om in die conditie stemhebbendheid uit te spreken. En het heeft ook misschien iets te maken met een soort hoe structuren, fonologische structuren, taalkundige structuren nu eenmaal in elkaar zitten. De positie in de lettergreep waarin die medeklinker staat, in zo'n rijm, dus een klinkerachtige positie, is een zwakke positie, hebben we gezien. Een zwakke positie voor medeklinkers. En dus gooi je het liefst zoveel mogelijk medeklinkerachtige kenmerken daar weg. Dus er is een gemarkeerdheidsconditie, die noemen we nu even devoice, stemloos. Dus verontstemhebbend. Nou, devoice noemen we die. En die conditie die zegt geen stemhebbende medeklinkers in de coda.
Die conditie geldt in het Nederlands en hij geldt ook in het Engels. Alleen, er is in allebei die talen ook een andere conditie en die zegt, als een medeklinker stemhebbend is lexicaal, is die ook stemhebbend aan de oppervlakte. Verander niets, en in dit geval verander niets aan stemhebbendheid. Ook die conditie hebben allebei de talen. Het verschil is, in het Nederlands weegt die voice sterker dan behoud stem. En in het Engels is het omgekeerd. Is behoud stem belangrijker dan die voice? Als je Nederlands leert, leer je dat je die ordening hebt. Als je het Engels leert, leer je dat die ordening andersom is. En de claim is, dat is ook het enige wat je leert. Dus alles wat je taalspecifiek leert over fonologie, over hoe de fonologie werkt, hoe fonologische structuren in elkaar zitten en hoe ze op elkaar worden afgebeeld, dat alles leer je, dat alles formuleer je alleen maar in termen van ordening van condities, constraint ranking, zoals dat heet. Dus dat is het enige verschil. Het enige verschil tussen talen is hoe al die condities die op zichzelf universeel zijn, geordend worden. En nogmaals, waarom zijn ze universeel? Die gemarkeerdheidscondities die drukken allemaal uit wat goed uit te spreken figuren zijn, maar ook wat voor soort structuren simpel en logisch zijn. Dus hoe je dus de voorkeur voor een A boven een U is dat de A een simpelere structuur heeft, bijvoorbeeld in termen van elementen, dan de U. Dus het is een soort algemene ideeën van simpelheid. Dus het is niet zo dat je geboren wordt met die voice in je hoofd of zoiets. Maar het is wel zo dat je geboren wordt of in de eerste levensjaren voldoende kennis opdoet om te weten dat die voicing onhandig is. Ja, dat is misschien wel aardig om daar iets meer over uit te leggen. Dus je wordt geboren met, ja, met wat? Je wordt geboren volgens dit je wordt geboren volgens dit framework, volgens deze optimaliteitstheorie, met dat optimaliteitsidee in je hoofd. Dat kan specifiek zijn voor fonologie, dat kan specifiek zijn voor taal. Het kan ook een algemeen cognitieve vaardigheid zijn. Het oplossen van conflicten. Ik wil dit en ik wil dat. Of ik wil dit en jij wil dat. Hoe lossen we dat op? Nou, ik wil dit en jij wil dat. Dat betekent dat we doen wat ik wil, want ik ben belangrijker. Of het betekent we doen wat jij wil, want jij bent belangrijker. Dat is dus een ordening van twee wensen. En die ordening je moet kunnen denken in een heleboel aspecten van het menselijk leven in dit soort ordeningen. Fonologisch wordt het dan ingevuld met gemarkeerdheid en faithfulness. Faithfulness is dus, ja, behoud alles. Dus iedere keer als je een nieuw soort structuur observeert, een nieuw kenmerk observeert in je taal, een nieuwe soort lettergrepstructuur, dan voeg je er automatisch zo'n soort conditie aan toe. Dus dan ga je ervan uit dat als dat in de taal zit, dat mensen dat dan dus kennelijk ook willen behouden. En de gemarkeerdheid, ja, hoe weet je? Hoe weet je nu als kind dat stemhebbende medeklinkers aan het eind van het woord moeilijk uit te spreken zijn? Gesteld dat dat inderdaad een factor is. We weten dat heel kleine kinderen, voordat ze echt hun taal beginnen te spreken, een tijdje brabbelen. Ja, dus baby's. Dus maar allemaal klanken. En we denken eigenlijk inmiddels dat dat maken van al die klanken verschillende functies heeft. Dat heeft natuurlijk de functie van het oefenen van al die spieren. Want praten is een van de ingewikkeldste dingen die we doen. Praten is een van de ingewikkeldste dingen. Ik kan het niet eens zeggen. Zo ingewikkeld is het. Maar een andere functie van dat brabbelen is misschien dat je een soort van kleine fonetische
experimentjes doet. Kinderen brabbelen dan niet alleen maar, ze oefenen niet alleen maar die spieren, maar ze letten ook op wat ze doen en wat het effect daarvan is. En ze observeren dus mogelijk dat als je een D zegt voor een klinker, da, dat die D veel makkelijker te determineren is dan als je een D zegt na een klinker, aad. In dat laatste geval is verwarring met aad veel logischer, ligt veel meer voor de hand dan in dat eerste geval. Dus da, ta ligt verder uit elkaar perceptueel dan aad, aad. En dat is een dusdanig groot verschil dat kinderen dat misschien wel kunnen opmerken. En dus ja, het is een, ik vind dat een, op zijn minst een aardige theorie die dus zegt dat jonge kinderen kleine experimentele fonetici zijn en zo hun verwachtingen opstellen over wat een mogelijk woord zou kunnen zijn en met name wat een gewenst woord zou kunnen zijn. En dat kunnen ze dan toetsen aan hun taal. Dus ze observeren dat een D moeilijk uit te spreken is. Ze observeren dat zoiets als die voice er is. En als ze dan Engels leren, dan horen ze dat mensen dat negeren. En daardoor weten ze dat die constraint laag zit in de hiërarchie. En in het Engels wordt overruled door die voice. Dat is de manier waarop ze het leert. Terwijl Nederlandse kinderen die horen, die hebben dus ook geobserveerd dat er zoiets moet zijn als die voice. En die in het Nederlands komen ze nooit tegen dat er een woord is dat die constraint schendt. En dus kan die constraint lekker hoog in de hiërarchie blijven staan. Er is geen. Omgekeerd weten ze dat je het liefst, als er iets onderliggend stemhebbend is, dat ook al stemhebbend uitspreekt. Maar dat wordt dus teniet gedaan op het moment dat ze vaststellen dat hond als onderliggende vorm een D moet hebben, honden. Dus het is nog best ingewikkeld, het leren van taal, ook als het leren van taal bestaat uit optimaliteitsgrammatica's. Maar het is wel te doen. Dus er is uitgebreide literatuur verschenen de afgelopen 20 jaar die laat zien dat je logisch gezien in ieder geval grammatica's, dat je talen kunt leren als optimaliteitsgrammatica's. Oké, dus in de analyse van de computatie van hond naar hond weten we nu dat op zijn minst twee constraints een rol spelen. Een gemarkeerdheidsconstraint en een faithfulness constraint. En hoe gaan we nu verder te werk? Daarvoor moeten we iets weten van de techniek, van het ambacht bijna zou ik zeggen van de optimaliteits theoreticus, die heeft in zijn instrumentendoos heeft hij de zogeheten tableau zitten. In het Engels heet het ook een tableau, ook al, dus het is een tabel, of in het Engels een table, maar de makers van deze theorie hadden een voorliefde voor fraaie woorden en hebben het dus genoemd tableau. Tableaus zien eruit zoals deze. In de linker bovenhoek zie je het woord hond. Want we doen nu even alsof we niet het over het Nederlands hebben, maar over het Duits. En die staat tussen van die schuine lijnen. En die schuine lijnen gebruiken we voor onderliggende vormen. Als we oppervlaktevormen expliciet willen maken, dan zetten we er vierkante haken omheen. Dus die schuine lijnen staan voor een onderliggende vorm, de onderliggende vorm hund. En in het Duits is, Duits heeft ook verscherping. En dus het Duits heeft hund in het enkelvoud en hunde in het meervoud. En volgens dezelfde redenering als voor het Nederlands is dat onderliggend hund.
Dat wordt daar weergegeven. Dus in die linkerbovenhoek zie je Hund staan. En daaronder, al die vormen daaronder, zijn kandidaat oppervlaktevormen. Dat zijn mogelijke vormen die je zou kunnen geven aan die vorm Hund. Nou, zinnig betekent altijd ook verander niets. Dus die vorm, Hund, in dit geval de vorm die hetzelfde is als de onderliggende vorm, zit er altijd bij. Want dat is altijd een zinnige optie. In dit geval heb ik ook nog toegevoegd Hund, waarin je de juiste verandering hebt gemaakt. Die zit er natuurlijk ook altijd bij. Dus ook altijd de vorm waarvan je weet dat die uiteindelijk gezegd wordt. Jij als analist weet dat die gezegd wordt. Hunde. Dus dan hebben we het probleem van final devoicing opgelost op een andere manier. Namelijk niet door stemhebbendheid weg te halen, maar door een klinker toe te voegen. Zodat die D niet langer in de code staat, maar in de onset. En dus stemhebbend mag blijven. En tot slot een zinloze verandering zoals hand. Voor de vorm, voor deze keer. Dus van hond naar hand. Oké, dus dat is van onder naar boven. En dan van links naar rechts in de bovenste kolom staan de namen van de constraints. Dus devoice hebben we al gezien. En dan twee filterless constraints, waarvan we de laatste ook al hebben gezien. Namelijk keep feature, behoud het kenmerk. Gooi geen onderliggende stemhebbendheid, want daar gaat het nu natuurlijk vooral om, weg. En daarvoor staat een ander constraint die zegt voeg geen kenmerk toe. Asterisk feature. Star feature. Star betekent ongrammaticaal, dus een extra kenmerk is niet goed. Dat zijn allebei faithfulness constraints. Tussen de haakjes, dat zijn allebei faithfulness constraints. Hoe weet je dat? Omdat dat constraints zijn die je alleen kunt checken, die je alleen kunt controleren door te zien of lexicale vorm en oppervlaktevorm hetzelfde zijn, door die twee vormen met elkaar te vergelijken. Dat is wat faithfulness doet. Die zegt, oppervlaktevorm moet lijken op de onderliggende vorm. Moet lijken, hij moet niet extra kenmerken hebben, er moet geen kenmerken weg zijn. Devoice, die marketness constraints, kun je altijd controleren door alleen maar naar die vorm te kijken. Dus als je kijkt naar hond, als je kijkt naar honden met een D, dan los van wat de onderliggende vorm is, ook al weet je helemaal niet wat de onderliggende vorm is, weet je dat die vorm die constraint voldoet. Dus een gemarkeerdheidsconstraint kun je altijd naar één vorm kijken. En een faithfulness constraint moet je altijd twee vormen met elkaar vergelijken. Dat is een ezelsbruggetje. Oké, dus we hebben hier één gemarkeerdheidsconstraint en dan twee faithfulness constraints. Nu, daaronder, dus onder de rijen daaronder, die geven evaluaties van al die verschillende constraints. En hoe je het ongeveer moet voorstellen, hoe ik het me voorstel, en dat werkt volgens mij het beste, is we nemen al die kandidaten en die gooien we nu van links naar rechts door al die constraints heen. Dus we nemen eerst alle kandidaten die we nu hebben. Dat zijn dus hond, hond, hoende, hand. En die evalueren we allemaal, laten we nu allemaal evalueren door de eerste constraint, devoice. En, nou, hoend voldoet eraan niet, vandaar dat je daar een sterretje zet. Dus dat sterretje betekent voldoet niet. Nou, hoend voldoet er wel aan. Hoende voldoet er ook aan. Dus die krijgen allebei geen sterretje. En een hand met een T voldoet er ook aan. Dus alleen de eerste vorm voldoet er niet aan van de vier die we in beschouwing nemen. De eerste vorm voldoet er niet aan. En de regel zegt nu, je kiest de beste vorm of de beste vormen. En de beste vormen zijn de laatste drie. Want die voldoen alle drie aan die constraint en de eerste niet. De eerste is dus nu weg. Is er nu uit. Die gooien nu weg. Dat is wat het uitroepteken betekent. Deze is weg.
Oké, de drie vormen die we over hebben, daarmee gaan we door naar de volgende constraint, star feature. En dus voeg geen kenmerken toe. Nou, hoemt voldoet eraan. We hebben een kenmerk weggehaald, stemhebbendheid, maar verder hebben we niks gedaan. Hoemde voldoet daar niet aan, want we hebben een schwa toegevoegd en die schwa heeft een bepaald kenmerk. In ieder geval het kenmerk vocalic. En dat kenmerk was er in het lexicon nog niet. Dus dat hebben we toegevoegd. Vandaar daarvoor een ster. En hand. Ja, je zou kunnen zeggen, die heeft ook de kenmerken van de A. Laten we even doen alsof dat niet zo is. Het doet voor de uiteindelijke evaluatie doet dat er niet toe. Maar laten we even doen alsof er aan hand verder. Alsof aan die aan hand. Alsof we daar geen kenmerken voor hoeven toe te voegen. Alsof de van O naar A gaan eigenlijk alleen maar het weghalen van kenmerken is. Ja, oké. Okay. Zelfs als dat zo is, dus we hadden nu drie kandidaten, dan valt er nu één af, namelijk hoende. Want dat is de enige die deze constraint schendt. Vandaar ook weer een uitroepteken. Dus nu houden we er twee over, namelijk hoend en hand. Nu gaan we naar de laatste constraint. Die zegt, haal geen kenmerken weg. Nou, van hoend naar hoend, dan hebben we een kenmerk weggehaald. Vandaar een asterisk. Van hoend naar hand, dan hebben we ook weer datzelfde kenmerk weggehaald. Vandaar ook weer een asterisk. En ook nog een aantal kenmerken weggehaald om te gaan van O naar A. Ik heb dat nu even een beetje arbitrair gesteld op twee kenmerken. Nou, we hadden twee kandidaten. Allebei schenden ze de constraint waar we nu mee bezig zijn. Maar hand schendt het meer dan hoend. En dus valt nu hand af. En hoend is op dat moment de winnaar. Want het is de enige vorm die nog is overgebleven in onze evaluatie. Of er nog verder constraints later komen, doet er niet toe. Hij zal altijd de winnaar blijven, want hij is nu een set van, zit in een set van 1. En de definitie van de winnaar is de beste, de optimale, de vorm die door alle constraints het beste gaat. Een soort horde lopen van constraint naar constraint. En de vorm die iedere horde op zichzelf het beste neemt, heeft gewonnen. En die hoeft dus niet perfect te zijn. Het is geen perfectietheorie, maar hij moet optimaal zijn. Hij moet beter zijn dan alle competitie. Dit is eigenlijk in de notendop die beroemde optimaliteitstheorie. Zo zit die in elkaar. Dit is op een bepaalde manier eigenlijk alles wat erover te zeggen is. Het is een ontzettend succesvolle theorie waar het gaat over typologie, taaltypologie en waar het gaat over computatie. Dus hoe we van de ene vorm naar de andere komen. Dus een succes van de vorm van typologie, dat betekent het kan, doet op een aantal punten heel goede, interessante voorspellingen over hoe de typologie van talen in elkaar zit, wat voor soorten talen je zo al hebt en hoe je ze kunt leren. Dus hoe je als kind, als je met de taak zit, hoe leer je dit soort talen nu weer zonder enige instructie van tevoren. Dat je eigenlijk als we aannemen dat kinderen zo'n soort systeem in hun hoofd hebben van het oplossen van conflicten tussen eisen en de mogelijkheid om vast te stellen wat die eisen precies zullen zijn, een heel eind komt. In het Engels zijn dezelfde constraints aanwezig, maar is de ordening anders. In het Engels moet die constraint devoice lager staan dan die twee faithfulness constraints. Die twee faithfulness constraints winnen allebei, zodat als je als spreker van het Engels hound tegenkomt en probeert uit te spreken, dat is een nare vorm. Maar wat nog erger is, is ofwel die D veranderen in een T, ofwel de schwa toevoegen. Dus die optie is niet. Die twee opties die worden allebei geblokkeerd. En dus blijft als winnaar hound over in het Engels. En dat is de typologie van talen, bestaat in die zin alleen maar uit
de ordening van constraints. Dat is het enige wat er is in de typologie van talen. Als een taal geen ge heeft, zoals het Nederlands, dan wil dat zeggen dat er kennelijk een constraint is, universeel, tegen een combinatie van stemhebbendheid en velariteit achter in de mond. Dat is helemaal niet implausibel dat er universeel is, want stemhebbendheid is moeilijker, op zijn minst al moeilijker te maken achter in de mond dan voor in de mond. En dat heeft waarschijnlijk ermee te maken dat als je achter in je mond blokkeert, zoals je moet doen voor een K of een G, dan is de afstand tussen je stembanden en de plaats waar je blokkeert betrekkelijk klein. En dus om je stembanden te laten trillen, moet je dus daar meer druk op zetten. En dat wordt dan, zou je kunnen zeggen, te veel druk. Dus er zijn zelfs talen die wel een B hebben, maar geen P. Dus wel de stemhebbende, maar niet de stemloze bij de lippen, omdat dat zo lekker ver weg ligt. Maar er zijn zeker geen talen die wel een G hebben en geen K. En dus als er een gat is, is dat altijd daarbij de G. En er zijn wel meer talen die dat gat hebben. Nederlands is daar nou niet zo bijzonder in. Nou, kortom, dus dat is dus een gemarkeerdheidsconstraint, want je kunt het aan een individuele vorm horen of die wel of niet een ge heeft. Ja. Maar dus dat het Nederlands geen ge heeft, is een kwestie van dat die constraint kennelijk heel hoog staat en hoger dan constraints die zeggen, nou gooi dan stemhebbendheid maar weg. Of gooi dan velariteit maar weg. Wij gooien in dat geval, of in dat geval, als we zeggen goal in plaats van goal, gooi dan maar de plosiviteit weg. Er is een rijkdom aan mogelijkheden. Het Nederlands kiest daarvoor. Het Nederlands heeft geen klikklanken. En laten we even zeggen dat een kenmerk is, klikklank zijn. Dan betekent dat dus in optimaliteitstheorie niet dat dat kenmerk er strikt genomen niet is, maar dat er een marketness constraint is tegen dat kenmerk en dat dat heel hoog geordend zit. Dus de oppervlaktevormen worden allemaal bepaald in die zin door deze constraints en het samenspel van deze constraints en je taal leren is dat leren. Wat je daarnaast natuurlijk ook moet leren is wat de onderliggende vormen zijn. Maar omdat facefulness constraints zo belangrijk zijn in deze theorie, en eigenlijk, zoals we daarnet zagen, dat je overbodige veranderingen maakt van hond naar hand, wordt door het mechanisme van in die tableaus wordt het eigenlijk al weersproken. Doordat dat zo is, weet je dus ook dat onderliggende vormen zoveel mogelijk omgekeerd, zoveel mogelijk lijken op oppervlaktevormen. Dus als je kat hoort, en je hoort altijd kat, dan weet je dat kat dus altijd ongeschonden door de tableaus komt. En dan is het meest, terwijl het eigenlijk niet het ideale woord is, want het is niet tata. Als kat is niet tata, nou hoe kan dat? Ja, het komt kennelijk altijd door de tableaus heen. Ja, het voldoet niet op de juiste manier aan de welgevormdheidscondities, want het is niet helemaal welgevormd. Dus moet het voldoen aan meer feestelingscondities, aan meer getrouwheidscondities. En dus moeten eigenlijk kat, in ieder geval de K aan het begin en het ontbreken van de A aan het eind, gemarkeerd zijn in het lexicon, zijn opgenomen in het lexicon. Dus die vorm die zit waarschijnlijk eigenlijk min of meer zo in het woordenboek als één lettergreep en die ene lettergreep is kat. Hond, daar geldt min of meer hetzelfde voor. Het is volgens het soort redenering van vorige week is het onderliggend waarschijnlijk hond, maar de klinker is gewoon een O. De medeklinker aan het begin is gewoon een H. De medeklinker aan het begin van de coda is gewoon een N. Die veranderen nooit. Die zijn altijd hetzelfde. De theorie zegt dus dat je vormen eigenlijk
als het even kan, zo opslaat zoals je ze hebt gehoord, zoals je ze uitspreekt. Volgende keer, in de volgende video, gaan we nog iets verder over computatie. En bespreken we een ander interessant punt, namelijk dat er eigenlijk twee soorten fonologische computatie zijn. Namelijk die tot aan het woord, daar hebben we die belangrijke grens weer, en die boven het woord. Een soort fonologie die in interactie is met de syntactische structuur, die de syntactische structuur interpreteert. En een fonologie die dat helemaal niet doet en die gericht is op het lexicon. In termen van optimaliteitstheorie blijk je daar twee verschillende soorten grammatica's misschien wel te hebben. We hebben dus niet één, maar misschien wel twee fonologische grammatica's. En de implicaties daarvan bespreken we in de volgende video.